Het is het einde van week 41 alweer. Dit is uh, alweer de achtste podcast waar we aan gaan deelnemen. Ik zeg uh, goede dag tegen alle luisteraars. En ik zeg ook goedendag tegen mijn uh, medetafelheren Tim uh, en Tuinder. Goeiedag. Dag. What up? What up? Ja. En nieuw in dit rijtje is onze Chris. Hey. So, <laughs> ja lekker kort en Spechtel, krachtig ja. Goeie, hey. ja Chris die valt lekker in voor, uh, voor Kevin want uh, die had vandaag heel eventjes geen tijd maar dat betekent niet dat het minder gezellig wordt want uh, we, <laughs> hebben weer, we hebben weer genoeg om over te ouwehoeren natuurlijk in deze podcast want er is weer voldoende gebeurd deze week en uh, ja voor mij een van de uh, grootste verrassingen maar eigenlijk ook wel een van de grootste uh, ja, hoe moet ik het zeggen? De desillusies bijna. was uh, de aankondiging van uh, Far Cry Primal. Die al uh, ja, wel heel erg vroeg gelekt werd door uh, het Turkse IGN. En daarna weer als de weergave verwijderd werd. Maar Ubisoft volgde natuurlijk dus. Ja, uh, en volgens mij iemand die er ook op blijven. Dat was Chris volgens mij, want die wou het hierover hebben. Nou dus ja. Ik zou zeggen, take it away Chris. Wat, <laughs> wat vind jij ervan? Far Cry Primal? Ja, het is niet zozeer dat ik hier uh, erg blij van word. Ik vind het alleen wel een uh, opvallende keuze van, uh, van Ubisoft. Want het is toch best wel een, uh, een moeilijke setting die ze hier uh, bloot gaan leggen in de game-industrie. Volgens mij hebben we dit... Uh, ik heb het in ieder geval nog nooit gehad in de games. Nou. Zo'n ja, toen, uh, toen ik het zag, toen ik het zag, moest ik een heel klein beetje denken aan... Uh, verrek, zeg, dat begint een beetje te lijken op wat... Uh, op Horizon uh, Zero uh, Dawn. Ja, op Horizon Zero Dawn, ja. Van, Maar ja... Hoe lang zou deze game nou al in ontwikkeling zijn natuurlijk, hè? Aangezien hij al bijna uitkomt, dan in februari moet hij al gaan verschijnen. Ja, zal daar een ander team achter hebben gezeten dan uh, Far Cry 4? Of is dat echt? Uh... Ja, ik denk ja, nou, dat het, het was uh, Ubisoft Montreal volgens mij, was het, uh, was het? Of was het niet Montreal? Die Montreal hier, is nou. toch uh, die Assassin's Creed doet toch? Ja, maar weet jij hoe groot uh, Ubisoft Montreal is? Zijn ook die het, het, het was voor Montreal, maar in, in samenwerking met andere studio's, volgens mij, uh, zijn ze die game aan het maken. Of hebben ze die ja, game Ja, kijk, je zou niet verbazen dat het een ander team was, want het, ja, of ja, dat moet eigenlijk ook wel. Want uh, Ubisoft heeft eerder al gezegd dat ze uh, van Far Cry een, um, nou ja, een niet jaarlijks terugkerende serie willen maken, maar een, iets vaker dan uh, voorheen het geval was. Mm -hmm. uh, ja, het is uh, hoe lang geleden dat Far ja, iets meer dan een jaar geleden dat Far Cry 4 uit is gekomen, geloof ik. Ja, ja. klopt. Ja, dus dan is het weer tijd. Uh, ja, de setting is erg gedurfd. Uh, inderdaad, het is eigenlijk een beetje in de voetsporen tradend van Horizon Zero Dawn. Maar aan de andere kant, hoe lang is Horizon Zero Dawn dan al niet in ontwikkeling? Ik bedoel, ja, het is ook niet dat, uh, dat die normaal een jaartje in de gang is. Volgens mij zijn ze daar ook ja. wel een lange tijd mee bezig. Um, volgens mij is het gewoon toeval. Uh, het is wel een speciale setting. Ik uh, bedoel, ja, kunnen we eigenlijk een titel opnoemen die zich in de steentijd afspeelt? Wat dan zo misschien <laughs> ik weet wel waarom, eigenlijk niet omdat het echt gewoon oerzaai is. Ook ik denk dat dat het risico is wat ze nu lopen. Dat mensen ja, denken, ik denk oh, het ook. Dat... Maar ja, als ik zo ja, die kijk, trailer bekeek, dacht ik bij mezelf: dit lijkt gewoon precies hetzelfde op de vorige twee. Het is overleven in een in een in een wildernis mm. met beperkte middelen. En ja. uh, dan slacht je af en toe een sabot aan het een mammoet. je ja, of een man moet en ja. van hun spullen maak je weer nieuwe uitrusting. Ja. Dus Kijk, het lijkt het eigenlijk natuurlijk... een beetje op uh, same shit different day. Maar ja. ja, alleen hebben de dieren nou wat grotere tandjes. Ja, nou, ik, ik, als je het goed gaat bekijken, of als je het een beetje analyseert waar uh, de afgelopen Far Cry uh, zich natuurlijk, of wat voor uh, 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 beesten er toen de tijd in die wereld zaten, er waren olifanten en tijgers. Ja. Nou ja, nu heb je gewoon iets harigere olifanten en je hebt tijgers met iets langere tanden. En uh, het, het enige wat er misschien uh, echt aan zou kunnen veranderen aan zo'n game is dat het, uh, de vuurwapens er natuurlijk grotendeels uit zijn. En dat je misschien wat meer je eigen wapens zult moeten gaan craften. Ja. En dat daar het grote verschil in zit. Dus ja, ik ben, ik ben heel benieuwd naar uh, wat Ubisoft met deze uh, Far Cry wil gaan doen. Ja. Uh, vooral omdat natuurlijk Far Cry best wel bekend stond om. De, de, uh, het verhaal met, met plot twists erin. die hem interessant maakte. Uh, wat voor mij uh, ook de reden was waarom dat ik Far Cry 3 een, een stuk interessanter vond. als Far Cry 4. Uh, maar um, ja, ik ben heel benieuwd. wat ze in, inderdaad. in een stenen tijdperk. wat ze dan. voor een verhaal erin willen brengen. want. Hoe wil je een, een echt een heel diepgaand verhaal realistisch maken of geloofwaardig in een stenen tijdperk? Ja, als je ja. de taal niet eens uh, herkent of uh, kan verstaan. Ja, nee, maar, ik denk ja, dat maar dat het bij... zal wel gewoon Engels worden, natuurlijk. Maar. Bij FIFA 4 ja. werkte je ook wel uh, naar een niveau toe dat jij gewoon met je bezoek af, vanaf een olifant een, uh, een dorpje <laughs> ontwerp kon blazen. Dat, dat denk ik, dat ga je nu wel missen als je zo'n spel uh, uitbrengt. Ja, ik denk dat je nou gewoon een meteor oproept of zo. Ja, dat, ja. Of zo uh, een zo brandend egen. wiel. Ja, ja precies, ja. dat jij de uitvinder bent van het vuur en het wiel. En dat ja. je gewoon uh, in een een of andere rare taal... inderdaad gewoon dat wiel daar eigenlijk naartoe slingert. Met, uh, met, met de slurren van je mammoet. Weet ik veel. Ja, of je krijgt dus van die, van die drugslevels <laughs> waar je dan ja, doet, man uh, <laughs> ja. Dat zou wel vet zijn, ja. Dat je aan de, dat je, dat je, weet ik het wat, de huidschilfers van een, van een van een. Een dinosaurus heb gesnoven of zo. <laughs> het, zou, het zou allemaal maar kunnen. Hè? Ja, ik ben heel benieuwd. Kijk, ik vind het, wat ik wel knap vind. is dat het, het bijna het best bewaarde geheim van Ubisoft is gebleven. Ja. Want Normaal lekken ze alles al uit. Uh, met, al ruim voordat het in productie is gegaan. En uh, nu is die game al gewoon. Ja, voor zover natuurlijk het mogen geloven. want bijna alles raakt uitgesteld. Is dus dat die in februari al zou moeten verschijnen? ja nou, dan dan brengt me eigenlijk om de volgende vraag wanneer Ubisoft zeg maar iets lekt is het dan wel echt een lek nee ik bedoel ah, ja, laat, ze laat ze weten blijkbaar dat... hoe ze een geheim moeten bewaren waarom kunnen ze dat dan niet andere keer ook dus ja dus eigenlijk is dat hele lekken dus gewoon bullshit ja, ja maar het, het hele lek systeem overal is gewoon bullshit lekken ah, is ja, gewoon ja, dat iemand meen, die ja. het doorgeeft en daar weten ze echt al vanaf ja 9 van de 10 ja. keer ja, nou, uh, ja, is in zoverre natuurlijk dat wat, wat IGN Turkije heeft gedaan. Was dat, natuurlijk, was dat wel de bedoeling? Kijk, ze waren natuurlijk al bezig met een soort van livestream. Waar echt geen ene reet op te zien was. Want je zag eigenlijk gewoon alleen hetzelfde plaatje. En, en af en toe hoorde je eens een keer een, 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 een of ander geluid van je eigen afvroeg. Van zijn de buren weer bezig? Of komt dat echt uit mijn PC-speakers? <laughs> maar um, ja, en dan, dan komt natuurlijk zo'n IGN Turkije in een keer. Uh, ja, ik kon het toch niet lezen, want het was Turks. Maar uh, nou ja, ja, over het algemeen uh, hoor je best wel veel Turks op straat. Maar ik, ik heb nog nooit het Turks van Far Cry Primal gehoord. Maar uh, ja, wat denk je daar dan? Is dat ook uh, gewoon geïnstigeerd door de Ubisoft, denk je, of zou dat dan toch echt een, 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 een wat je noemt een officieel lek zijn? Nou, dat, dat klinkt wel als gewoon een technisch foutje, wat zij daar zelf uh, niet helemaal door hebben gehad dat die stream nog live stond? Ja. Maar op zich is het ook niet echt... Het was niet echt schokkend, toch? Nee. Het is niet dat je heel veel informatie daaruit uh, kon halen. Nee. En het is natuurlijk ook... Ja, Ubisoft heeft niet zo extreem veel uh, uh, franchises... die nog openstaan uh, voor ontwikkeling. Nee. Dus ja, Far Cry was één van de weinige kanshebbers. Ik, ik zag in dat plaatje geen uh, Watch Dogs uh, terug... Uh, van een uh, paar duizend jaar terug of zo. <laughs> uh, want dan was het meer Watch Mammoths of zo. Maar... Um, ja, voor de rest... Kijk, achteraf was het wel zo'n dingetje dat ik zei van... Oh ja, tuurlijk. Dat had ik kunnen weten. Ja, maar het is Stiep... ook best wel snel. Dat het nu, nu al ja. komt. Tenminste, die aankondiging kan je natuurlijk wel verwachten. Maar dat ze ook zeggen van... Nou, volgend jaar kan je, dit, uh, kan je het gaan spelen. Dat is ja, toch dat wel hopen wel. we. Kijk, uh, dat, dat zei ze ooit ook over de uh, Division. Hè? En die is nou ja. nu nog steeds in ontwikkeling. Dat is waar. Dus ja. het, uh, we moeten het gewoon zien natuurlijk. Maar uh, ja... Ach ja... Ik ben benieuwd. Uh... Kijken jullie er naar uit? Ja, ik, ik denk dat ik hem wel weer ga spelen. Kijk, de, de meeste Far Cry's hebben mij best wel kunnen vermaken. Dus. Um, Welke niet? Het, het niet? het zal niet zijn dat, uh, dat, dat ik deze in één keer waarschijnlijk echt, uh, helemaal niks ga vinden of zo. Maar ja, ik ben inderdaad wel benieuwd waarom een, een, zo'n game zo vlug in één keer uitkomt. Eigenlijk heel erg vlot op, op zijn voorganger. Dus ja, dat. Ja, zoals ik al zei, Ubisoft wil er eigenlijk een, een, een bijna jaarlijkse uh, franchise van maken, dus ja, maar ah, het ja, probleem maar... is dat bijna iedere franchise die ze jaarlijks hebben uitgebracht, daar moet ik heel eerlijk van zeggen, daar was ik ooit zo super fan van en dat is op een gegeven moment uh, echt aan het afnemen gegaan omdat de kwaliteit niet meer gewaarborgd kon worden. Ja, ja, en daar geven ze helemaal geen flikker om zolang het maar om geld in laatste Ja. Dus ze blijven ja. het doen totdat, ze het, uh, totdat het niks meer oplevert... ...en dan doen ze wel een andere ja. strategie. Ja, nou is dat natuurlijk niet uh, Ubisoft eigen... ...want dat begint iedereen echt te doen. Maar uh, ja, het, het, uh, wij doen er weinig tegen natuurlijk. Maar uh, jij Chris, uh, heb jij uh, zin in Far Cry Primal? Nou, ik kijk er wel naar uit... ...maar ik weet niet of ik, dat, uh, of ik hem ga kopen. Dat ik wil wel ja. al een beetje de gameplay van tevoren zien. Mm -hmm. en we, misschien is het ook wel echt zo saai als het, uh, als het klinkt... ...en is het een soort uitgeklede versie van Far Cry 4... Want ja. om eerlijk te zijn, die beesten in Far Cry 4, dat vond ik ook het meest irritante. Ja. Als je daar probeerde een, een kampje binnen te sneaken om uh, iedereen even af te maken en je hoorde dus zo'n tijger, een tijger in, ja, dan uh, was het afgelopen, einde verhaal. Ja. Maar weet je waar ik nog het meeste mee zit? Kijk, normaal gesproken heel veel games uh, die uit gaan komen, die gaan nog minstens echt een grote beurs passeren. Voordat ze uitkomen, zodat mensen er toch al een beetje lekker mee gemaakt kunnen worden. Ja. En ze komen nu natuurlijk echt na echt alle grote beurzen. Kijk, de, de, e, de E3 is geweest, de Gamescom is geweest. Um, Tokyo Game Show. Nou, Tokyo komt het Game natuurlijk Show is niet. geweest. Ja, dan heb je natuurlijk uh, ja, je, je Paris Games Week heb je nog. En we hebben uh, uh, natuurlijk uh, tegen de tijd dat mensen dit uh, horen, hebben ze, uh, is First Look al. En uh, we <laughs> hebben en oh, we hadden we het over hebben gehad. Uh, de grootste uh, gameshow ja, natuurlijk. Dat, ja? Wat komt er nog tussen nu en februari? Eigenlijk helemaal niks meer. Dus waar willen ze mensen kennis laten maken met die game? Want demo's uitbrengen. Ja, dat is niet echt heel erg meer van deze tijd natuurlijk. Alleen als je een multiplayer game wil gaan presenteren. Ja, ik denk dat het een beetje arrogantie is van uh, Ubisoft zelf. Of ja, arrogantie. Misschien doen ze het zelfvertrouwen, maar uh, ze denken bij zichzelf: het is een Far Cry game. En, dus en, en de naam Far Cry is bekend genoeg onder de mensen dat we eigenlijk geen, uh, geen uh, showcases meer hoeven te doen. We oh. zorgen gewoon dat er heel veel reclames komen op internet en op, op tv. Ja. Om uh, de awareness uh, op peil te krijgen. En dan uh, kopen de mensen de game wel, want ze hebben zoiets van... Ja, het is Far Cry en de vorige ja. waren goed, dus deze moet dan ook goed zijn. Ja. Nou, ja. we zullen het zo misschien gaan vragen, even op First Look of zo. We gaan er zelf ook naartoe natuurlijk, hè. Dus uh, ja, uh, wat houdt ons tegen om ze eens dus eventjes aan de mouw te trekken... en te vragen van, wat is de big deal hier met, uh, met deze sheet? Maar het is ook wel een rare datum. Denken jullie niet dat die eigenlijk gepland was voor, uh, voor de kerstperiode... en dat ze nu dachten van, nou, laten we maar uitstellen... Was uh, Far Cry 3 ook niet in een dergelijke uh, tijd uitgekomen? Far Cry 3? Ja, 3 ja. Toen was het stil. Ik. Ja, het is lang geleden, man. Het enige wat ik er nog van weet is dat het met de Definition of Insanity probeerde aan te brengen. Oh. En uh, dat ik daar een hele mooie demo heb gespeeld waar iemand helemaal lijp van werd toen ik vertelde dat dat in virtual reality was. Maar daar gaan we het niet meer over hebben, want dat vind ik niet zo leuk. Maar... Um, ja, maar het, het is natuurlijk... Nou, ja, kijk... Hij was, als je, nou, het we, viel, nee, we gaan het niet over Amador. Het, oh, shit, het, viel, het, viel pas, het viel wel mee vergeleken met uh, toen uh, Ajax verloor van PSV. Toen was hij ja. echt pissig. Maar ja, ja ik Kan mij dat echt geen ene flikker boeien. Nee, maar... Um, het is, kijk... Ja, als je nu die game in, in, echt in de feestdagen zou uitbrengen... Val je dan echt niet... Uh, gruwelijk natuurlijk in het hoogseizoen waar al zoveel in uitkomt dat je ja, ik weet niet, misschien willen ze toch een beetje zekerheid hebben van we brengen hem in een tijd uit dat er echt geen ene hol uitkomt. Ja, maar dat is ja. de eigenlijk ook hartstikke slim. Je, je concurreert uh, heel de industrie gewoon kapot als iedereen hun games uitbrengt rond dezelfde tijd. De mm. consument kan immers maar één keer zijn geld uitgeven. Nee, Het, het ja. allerdomste is wat je kan doen als je bijvoorbeeld uh, een game uitbrengt in de eerste week van een nieuwe jaar. Ja. Wanneer alle mensen zeg maar door hun geld heen zijn. Ja. Ja. En als het is, zeg maar, in februari, maart is, dan hebben mensen weer een beetje geld bij elkaar. Ja. Hebben ze misschien de games die ze hebben gekocht en gekregen tijdens de feestdagen al uitgespeeld. Of zijn nou, ze misschien ze, op uitgekeken. Kunnen ze weer inruilen. Ja, in, en dan wel. denken ze bij zichzelf, nou, is er iets nieuws? Nou, Far Cry. Ja. En als Far Cry ja. dan de enige nieuwe game is, dan hebben ze een monopolie hè? Ja, ja precies. Maar Hitman kort zit daarna, toch? Vlak daarna. Ja, maar is Hitman hetzelfde kaliber game ja, als, als nou, een Far Cry? Niet alleen ja. dat, al en ik denk ook franchise. niet dat ze in elkaars vaarwater zitten. Nou, ik denk het eigenlijk nee, ook niet. Ja. Maar wel twee grote namen. Nou, ja. dat absoluut. Dat absoluut, ja. Wat ook een grote naam is, en daar nou maak ik toch die segue waar Tim zo enorme <laughs> hekel aan heeft, is uh, Black Ops natuurlijk. En de verwijderingen van van Amazon en uh, van de store van Xbox. Ja. En uh, de controverse die dat nieuws veroorzaakt heeft. Tim, take it away, jongen. Nou, uh, we weten eigenlijk allemaal dat uh, in de vorige generatie consoles de, de Xbox 360 zeg maar, de geprefereerde console was om uh, Call of Duty mee te showcasen. Uh, Call of Duty kwam daar zeg maar, als eerste uit. Uh, alle extra's kwamen daar als eerste voor uit. En de, de fanbase zat ook op die console. Maar met de ingang van de PlayStation 4 is dat veranderd. Uh, nu lijkt Activision iets meer naar de uh, console van Sony te trekken. En het lijkt erop dat uh, de versies voor de Xbox daar nou onder gaan leiden. Want het is nou het verhaal, uh, de game voor de Xbox One was te koop uh, via Amazon en via Xbox Game Store. Maar de digitale versie dan alleen. Mm -hmm. um, die is nou gewoon stilletjes aan verwijderd. Er is niemand die er iets over heeft gemeld. Uh, de digitale versie is gewoon niet meer te koop. Uh, er, uh, mensen hebben contact gezocht met Activision en, Ma en Microsoft over ja, waarom is dit gebeurd. En allebei leken ze met hun statements de vraag een beetje te ontwijken. Alsof ze niet echt erop in wilden gaan. Dus de complottheorie is nu zo dat... Uh, in plaats dat de Xbox One het geprefereerde platform is, dat er nu de Sony uh, PlayStation 4 is. En dat Sony samen met Activision een deal heeft gesloten. Om ervoor te zorgen dat uh, voor de eerste paar weken de enige digitale versie van Black Ops 3 die verkocht mag worden, is die voor de Sony uh, PlayStation 4. Dus uh, ja, kijk, in de wereld van games en een heleboel geld is natuurlijk alles mogelijk. Maar hmm. dit gaat ook echt van een stapje verder. Dat mensen ja. eigenlijk gewoon een digitale versie van een game gewoon niet mogen kopen totdat een ander bedrijf zegt dat het wel mag. Ja, lijkt me ook heel sterk. Mits, ja, ja mits het waar is natuurlijk. Ja. Hè? Kijk, Sony heeft altijd heel hard geroepen dat ze uh, niet gaan investeren of zoveel geld gaan investeren in third-party titels. Om uh, uh, daar. Uh, Bepaalde commercieel gewin uit willen gaan halen. I alleen maar uit eigen studio's dat ze daar heel veel van hun eigen geld in willen steken. Ja, dat lijkt me niet. Want uh, Street Fighter 5 komt exclusief voor de PlayStation 4, omdat uh, Sony daar uh, het geld voor mee over de brug kwam. Ja, maar de vraag is natuurlijk nou, en, en niet om disrespect, of Street, Street Fighter, natuurlijk. Maar uh, Call of Duty is natuurlijk wel uh, ja, dat denk is ook een, qua verkoop aan. Een, een franchise van heb ik jou daar. Ja, precies. Dus. Ja, zit hier echt... Is dit inderdaad gewoon een, 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 een kleine snafu die ontstaan is? Of, of daar Sony achter zit? Ja, ik weet het niet. Kijk, um, denk... Uh, dan, want dan moeten ze natuurlijk wel met een enorme som... Nou, ik weet niet komen. of ze het nou echt hebben, te hebben gedaan, want... Um, het is gewoon bekend dat de PlayStation 4 meer exemplaren heeft verkocht dan de Xbox One. Logisch. Dus je hebt meer potentiële klanten op de PlayStation 4 dan de Xbox One. Ja, maar om nou dus het is al helemaal die Xbox niet One gek zit dat, dat, dat ze ons op refereren. Ja. Dus dan is het zeg maar nog maar een klein stapje uh, van Sony om dat te zeggen. Want Activision wil toch eigenlijk voor de grootste natuurlijk uh, ontwikkelen. Nou, dat is mm -hmm. in dit geval de PC4. Dan kan de Sony bijvoorbeeld zeggen: nou ja, dat mag, dat kan. En dan heb je hier een hele zak vol met geld. Mm -hmm. Maar dan wil ik wel dit en dit uh, terugzien. Ja. Uh, ik denk niet dat het zo is gegaan. Maar het zal mm -hmm. me aan de andere kant ook niet verbazen als het wel zo is. Maar nee, die, ik snap. Ja. Die game heeft toch in de Xbox Store gestaan? Dan zijn er dus ja, al mensen dat... die hem hebben gekocht. Ja, en die krijgen mm -hmm. hem ook gewoon. En die, die, krijgen, die gezet, krijgen hem ook gewoon. Die krijgen hem wel gewoon. Okay. Ja. Ja. Als je hem hebt gekocht, dan krijg je hem ook gewoon. Maar hij is ge op het moment is hij niet meer. Digitaal te koop. Ja. Ja, dat. Uh, en vooral natuurlijk omdat er gewoon geen, geen echt. Uh, concreet statement over losgelaten wordt. Ze zeggen eigenlijk allebei de partijen van ja, wij weten ook niet hoe dat komt, wij hebben het niet gedaan. Ja, klopt. Ze wijzen eigenlijk een beetje naar elkaar. En uh, Microsoft ja. zegt nou ja, kijk, digitaal is dan niet meer verkrijgbaar. Dus in de tussentijd, tot we het gefixt hebben, kun je gewoon naar de winkel gaan en daar een exemplaar bestellen. Ja, ja lekker makkelijk. Ja. Ja, en Activision het... zegt, ja, het is niet onze schuld, wij weten wel niks. Zou het niet gewoon Anonymous zijn, die allemaal een PS4 hebben? Die, uh, <laughs> zeggen, die gewoon zeggen, uh, dikke vinger naar al die Xbox One gebruikers, want dat is een Amerikaans bedrijf en wij vinden de Amerikaanse ja, regering fucking Ja, maar was wank. Anonymous niet verantwoordelijk voor die Sony-hack een paar jaar terug? Ja, maar daar hebben ze ja. sorry voor gezegd, hè. Oh, nou, oh, nou, nou ja, okay. dan nou is het allemaal weer goed. Nou is Xbox aan de beurt. Ja, maar dan moet ze ook het hele ding platleggen. Niet alleen uh, Call of Duty, vind ik. Nee, want Anonymous, die wil niet, uh, die wil niet zo gemeen meer zijn. Ze zijn best wel gezien <laughs> nee, <want> jongens, Een <laughs> beetje gemeen. <laughs> ze, ja. ze willen wel een paar uurtjes missen van uh, headshots, maar niet te veel. Ja. Ja. Ik zeg ook Guy Fawkes, die, hè, waar ze toch altijd een masker van dragen. Die zou ook niet uh, heel uh, uh, Xbox One opblazen, maar die zou het ook gewoon alleen maar... Beneden. Nee, die houdt het bij de uh, Tower of London? Of, uh, ja, god, precies. weet dat ding ook alweer? <laughs> Want we merken... Kon... Uh, uh, ja, al uh, ja, je weet het niet, hè. Ach ja, wat een onzin allemaal weer, hè, jongens. Je kunt wel merken <laughs> dat Kevin er niet bij is. Wie? <laughs> ja, dat wel, zeg. ja die, je weet wel, die andere die altijd presenteert. Mm, okay. uh, diegene, diegene die uh, altijd uh, zorgt dat wij onze spulletjes netjes op tijd hebben en zo. Wat allemaal geregeld is. Oh, en dat hij uh, alles altijd betaalt, die <laughs> microfoons bijvoorbeeld. <laughs> Ik wou het niet zeggen, Kim Maar goed, over uh, betalen, hè. Amerikaanse voice actors... die in een keer massaal in staking willen gaan. Omdat ze niet genoeg betaald krijgen. Nou, wij zijn ook een soort van voice actors. Nou, want wij verlenen onze stem aan deze podcast... maar we menen echt helemaal niks wat we zeggen. Maar, dus uh, uh, wij gaan denk ik ook maar staken dan. Ja, zullen we? Nou, dit was de podcast, dag. Ja. <laughs> nee. Maar wat vinden jullie daarvan? Dat ze in één keer allemaal willen staken. Want ja, ik heb daar een beetje een, een dubbel gevoel bij, hoor. Ehm... Um, tja... Ik, ik heb wel het idee dat uh, als dankzij of mede dankzij hun medewerking aan een game uh, dat het een groot succes wordt, dat ze dan inderdaad wel iets meer verdienen. Maar um, hoeveel games heb jij gekocht omdat er een bepaalde voice actor in zat en heb je daarom 60 euro betaald? Nou, ik moet zeggen, ik heb, uh, hè? Ik heb hem niet gekocht, hoor. dus uh, dank je wel, Sony, hè? eventjes nadat we toch al op de Sony uh, Healer Lick Tour zijn. Uh, dankjewel Sony voor, uh, voor Until Dawn. Want uh, daar zaten we toch een paar leuke acteurs in. Uh, niet alleen de voice, maar ook gewoon uh, het aanzicht ervan. Oh, leuke acteurs in, ja? Actrices dan. Oh, okay. je, hè? Ik zal het even, even... Actrices. Voordat jullie aan verkeerde dingen beginnen te denken over mij. <laughs> nee, maar... Nee, maar, uh, uh, maar uh, ja, nee, aan de ene kant ja, kan snap het zo, ik het wel. Ik uh, ze willen zeg maar dat er... Uh, dat ze zeg maar kleine bonusjes krijgen... wanneer een game het uitzonderlijk goed doet... Wanneer een game 2 miljoen extra heeft verkocht, dat ze dan een, een percentage erbij krijgen. 4 miljoen, een percentage, 6 miljoen en 8 miljoen. Ja. Dan krijgen ze gewoon een klein percentage erbij. Ja. Uh, ik weet niet hoeveel voice actors betaald krijgen. Ik denk dat sommige wel meer betaald krijgen dan anderen. Grote namen zoals uh, Nolan North of Jennifer Hill zullen echt wel aardig wat geld krijgen, aangezien ze toch wel de beste zijn in het vak. En ook ja. de meest bekende. Maar. Uh, ik denk dat de meesten niet echt veel te klagen hebben. Maar goed, nee, ik ken hun ik niet. Uh, situaties niet. Dus. Nee. Wat denk jij ervan Chris? Want nou ja, als zij wel zeggen van die, die contracten stammen uit de jaren negentig, dan kan ik me wel voorstellen dat het wel tijd wordt om dat mm -hmm, eens ja. aan te passen. Maar, maar ja. ja, dan hoef je, je hoeft je to toch dat contract niet te ondertekenen als je het er niet mee eens bent. Nee, maar dan heb je ook geen werk en ook geen ja. geld. Ja, nee, maar als ik ja. op, het moment, op het moment dat ik mijn uh, uh, contract kreeg bij mijn huidige werkgever... Daar kan ik nou ook niet van zeggen... Ja, maar gast, uh, dat was vijf jaar geleden. Ik wil intussen meer geld, want uh, we zijn vijf jaar verder. En dan zegt hij ook oh Ja, luister, je hebt toen het contract getekend. En uh, je moet er maar mee leven. En ik denk dat die voice actors... Die krijgen natuurlijk per klus krijgen ze een contract voorgeschoteld. Ja. En als ze op dat ik moment het, uh, zeggen van... Uh, nou, is goed, ja dat doe ik wel. Ja, dan moet je ook niet klagen achteraf dat je te weinig hebt gekregen. Had je op dat moment vind ik al een beetje moeten onderhandelen. Van ja, luister eens, kerel, dat contract is wel een beetje outdated. Ja, maar misschien valt er niets te onderhandelen altijd, uh, ja. per uh, contract. Omdat de richtlijnen in die contracten die ze nu aangeboden krijgen, uh, ja. nog steeds stammen uit de jaren 90, ja. uit 1995. Die, ja. Ja, met nou, de dat voice is inmiddels al twintig jaar geleden. Ja, maar die, de, de, de huidige voice actors die zich al uh, hebben gemeld voor die staking. Die weten verdraait goed hoe die wereld werkt. Dus die kunnen ook voor het gewoon zeggen: van ja, luister, jij wil mij als voice actor, dat vind ik prima. Maar ik heb een bepaalde status, ik heb ervaring. Als je mij wil hebben, dan moet je hem gewoon met iets meer recent over de brug komen. of wij spreken bij deze een soort bonus af. Dat recht heb je als je een. een dat hebben acteurs ook als die aan een film beginnen te werken. Ja, klopt. Dan en dan ze achteraf ook om niet om zeggen: van ja, luister, die film die verkoopt echt achterlijk goed. Ik wil meer geld hebben. Ja. ja dan had je dat in een clausule moeten laten zetten in een contract. Ja, maar dat is dan weer een beetje lullig tegenover de acteurs die zeg maar, niet bekend zijn en geen rote naam hebben. Die kunnen dan door de studios uitgebuit worden van: ja, jij bent toch maar een klein ja, maar een persoon dat... die niet bekend is, dus you take it or leave it. Ja, maar dat ja. is de. Zo werkt die handel nou eenmaal. Dat heb je in, in iedere baan ook. Als, ja, oké, okay, eh, maar dan, dan zou het fijn zijn als ze dan uh, een clausule hebben waardoor ze, zeg maar, wat extra krijgen als die game het goed doet. Hm. Ja, kijk, kijk het is van allebei de kanten wat te zeggen natuurlijk. Ja, nou, kijk, voice acting, het is niet de reden waarom mensen direct naar de winkel gaan en een game gaan kopen. Nee, maar het is nee. wel uh, eigenlijk iets onmisbaars geworden voor de games die we Zeker. eigenlijk allemaal spelen. Ja. Het is er echt ingeslopen, terwijl we het uh, vroeger niet nodig hadden. Uh, nu valt het juist heel erg op als we een, uh, een hoop persoon hebben die heel de game lang niks zegt. Ja. Ja, Kijk, en die klopt, ja. moet ook natuurlijk betaald worden. Ja. Ja. Maar en het dan is, dan is dan niet alleen ook maar ook voice acting waar ze het over hadden. Het was ook een beetje natuurlijk uh, motion capturing. Ja, ja, de, de motion dat capturing, betaalde. Ja, maar dat is, uh, is eigenlijk meer iets voor de vakbonden. Ze willen dat uh, wanneer uh, uh, het geval is van, van uh, motion capturing, dat er dan uh, toezicht is voor hun. Ja. Dat er dan een stuntcoördinator komt die dingen uitlegt en zegt hoe ze het beste kunnen zijn. En adviseert en ook het oogje in de cel houdt als het, voor als het verkeerd gaat. Ja. Um, dat vind ik eigenlijk raar, want ik, de meeste voice uh, of uh, motion capturing is nou niet zo uitdagend. Nee, vind uh, je dat niet? Nee, heb je nooit uh, eens een keer... Uh, ja, uh, ik heb dan een keertje, wat was dat toch bij? Bij uh, Beyond Two Souls heb ik uh, de, de making-of zitten kijken. Mm -hmm. Waar ook een hele hoop in gemocapt werd. Mm -hmm, en ja, ja. Uh, ja uh, gamers, wij zijn voor het allemaal heel erg kritisch op een hele hoop dingen als... Uh, als personage in een game zich onnatuurlijk gedragen qua houding en qua beweging dat is het eerste waar we over beginnen te klagen dus uh, die mocappers die moeten ook gewoon voor het echt een bepaalde val maken bij wijze van om het realistisch over te laten komen en dat zag ik toen dat tijd heel erg goed dat uh, die, die, uh, die mensen die moeten om het geloofwaardig te laten overkomen in een game dat ze vallen moeten ze ook echt gewoon vallen. Dat kunnen ze niet faken. Nee, dat begrijp ik. En uh, dan, dan zeg ik... heb je ooit de, de behind the scenes gezien... van uh, Devil May Cry 3 en 4? En daar hebben ze het gewoon slim aangepakt. Degene die de mocap doet... is van nature al een stuntman en martial ja. artist. Mm -hmm. Kijk, bij uh, Beyond Two Souls hadden uh, ze... ja, de pech, of niet echt de pech... dat ze, uh, god weet, je, ook weer, de meisje van Alan Juno... Page. Ja, Ellen ja. Page. Uh, en dat is geen stuntvrouw. Ze is een mm -hmm. prima actrice, maar ze is geen stuntvrouw. En denk ik, bij mezelf kun je dan niet voor de valpartijen of voor de echte, echt gemeene dingen waar uh, motion capture voor nodig is, kun je daar gewoon even een andere vrouw in het pak steken. Ja, dat is wel. Want het, dan, gaat het, dan gaat het niet om de dialogen, dan gaat het niet om de emotie, dan gaat het gewoon om een valpartij. Ja, dat klopt. Ja, maar hoe ja. erg kan een valpartij ook zijn? Uh, nou, <laughs> daarom zeg ik, uh, controleer uh, de behind the scenes van Devon ja. Cry 3 en 4 maar. Ja. En dan zie je dat ze allemaal aan de hoge touwen zitten en een best wel hoge, uh, ja. behoorlijke smakken maken af en toe. Ja. Zelfs als komen mij, ze op uh, de kusten terecht. Ja, volgens mij is er zelfs onlangs nog, en uh, correct me if I'm wrong, maar er is volgens mij onlangs nog een stuntvrouw overleden op de oh, set. Oh, ja, ergens. bij Resident Evil, ja. Ja, so, ja. dus ja, ze lopen echt wel een bepaald risico. Ze moeten dingen doen en ze zijn wel gezekerd en ze weten wat ze doen. Maar een ongeluk zit altijd in een klein hoekje en... Die, die hoek wordt alleen maar groter op het moment natuurlijk dat je risicovolle dingen gaat uitvoeren. Zeker als je iemand bent die eigenlijk het normaal niet doet. Kijk, een stuntman, het is precies wat je zegt. Die is erop getraind, die weet wat ze doen, die kennen de gevaren, die ja. hebben het vaker gedaan. Dus ja, dan denk ik, zeg, doe gewoon een stuntman in de pak en dan uh, doe je gewoon weer kat uh, en dan wissen je elkaar gewoon even uit. Ja. Ach ja, ja ik zeg al, er, er is wel wat van te zeggen dat ze iets meer willen. Uh, en dat is natuurlijk al sinds dat er uh, uh, arbeidscontracten zijn... wordt er al gestaakt om meer loon natuurlijk. Dat is bijna in iedere sector zo. Dus uh, ja, dat voice actors... Uh, maar ja, het, natuurlijk het aantal van de mensen die in dat referendum hebben aangegeven... Ja, daar ben ik het wel mee eens. Is natuurlijk al absurd hoog, hè? Ja, uh, was... Uh, 95%? Was het? Procent. Ja, nee, maar het was eigenlijk nog meer. Het was eigenlijk 96, nog wat. Ja. Het was echt... Ja, kijk, ik, ik vind het helemaal niet raar... Ik bedoel, nee, als iemand als aan mij vraagt, vragen, wil je, wil je, je meer, meer loon? <laughs> ja, dan zeg ik ook, ja, geef mij die handel, kan mij het wat. Ja, maar um, ja, dit kan op zich consequenties hebben. Want ja. uh, ik had het artikel, een nieuw artikel geschreven... en ik refereerde ook naar de writer's strike in, uh, in de film mm -hmm. in 2006, 2007. En daardoor zijn uh, bepaalde films hebben letterlijk jarenlange uh, vertraging opgelopen. Ja. Uh, dat was mede omdat uh, de onderhandelingen heel stroef liepen tussen de, de vakbonden en uh, de, de filmmaatschappijen. Uh, nu zeg ik niet dat het automatisch zo lang gaat duren voor de videogames. Maar als je bijvoorbeeld op een bepaalde game zit te wachten ja. waarin heel veel voice acting in voorkomt. En de voice actors komen gewoon niet op daar omdat ze aan staken zijn. Dan kun je nog best lang wachten op die game. Tenzij ja. ze iemand anders inhuren. Maar ja, dat willen mensen ja. natuurlijk ook niet. Nee. Uh, dus ja, ik hoop niet dat het ervan komt. Maar ja, de kans bestaat dat dit nog een best grote impact kan zijn. Ja. Uh, als ze gaan staken dat we nog best lang op sommige games kunnen gaan wachten. Krijg je toch weer dat uitstel gebeuren. Ja. Maar ja, dan zijn we in het uh, keer Dit is niet uh, de schuld van de. Ja, misschien toch wel. Want uh, ja, zij moeten dan gewoon meer geld over de brug komen. Ja. <laughs> maar uh, ja, kijken, ja, maar dat is ook zo makkelijk gezegd. Ja, wij beseffen ons misschien helemaal niet hoeveel geld er af en toe al in een game gemoeid zit. Uh, om, om die te kunnen maken überhaupt. Wij denken van ja, game hè, maak gewoon een game joh, wat doe je nou moeilijk? Ja. Maar ja, uh, je ziet het nou eigenlijk al wel natuurlijk in het. Uh, het uh, sommige mensen die, die denken natuurlijk met een met een Kickstarter-project al een hele smak geld binnen te trekken. En die dan naderhand misschien toch zeggen. Van, ja, ik had eigenlijk, ja, ik heb het wel gehaald en uh, uh, meer dan, maar ik, eigenlijk heb ik meer nodig. Ja, ja, en jij weet dan gelijk waar ik het over heb, Tim. Want jij zucht alweer als, als een idioot natuurlijk. Ja, ik, ik, laat mij mijn bruggetje slaan, jongen. Ik kan mij het wat. Ik ben Kevin niet. Dus, uh, nou, <laughs> <laughs> <ik> zeg zou... <laughs> Sorry, Kevin. Nou, Tim, uh, nou uh, laat ik jou aan het woord, voor zover je dat nog niet had vandaag. Maar uh, ja, vertel eens even. Jij weet waar dit over gaat. Uh, nou, dit, is, uh, dit vergt iets minder achtergrondinformatie dan de andere twee. Uh, basically, Shenmue 3 is op Kickstarter gekomen. En die maker heeft nou gezegd, uh, ja, uh, het is allemaal leuk aardig. Ik heb uh, bijna 8 miljoen bij elkaar. Uh, maar eigenlijk zou ik wel meer kunnen hebben. Zou ik wel fijn yeah. vinden. Zoiets, so yeah. dus ja. Dat is toevallig, want ik deel zijn mening ook. Ik bedoel, ik zou het ook wel fijn vinden om wat meer geld te krijgen. Ja, yeah. maar nou... nou is... Kijk, want ik heb helemaal geen één uh, moere verstand van die games. Want uh, ik heb er geen eentje gespeeld. Dus uh, eh, misschien Ja, heet niet voor. Maar hij zegt al van ja. Uh Kijk, ik uh, het, het zal grafisch dan misschien niet zo mooi worden, vooral omdat ik daar gewoon het geld niet aan spendeer. Maar ja. ik, ik spendeer het geld om de game of om het verhaal interessanter te maken en, ja, en de personages maken. goed naar voren te komen. Ja. ja, en dat het er dan misschien niet zo mooi uitziet als dat je zou willen. Ja, dat kan misschien dan wel als je me wat meer geld geeft. Ja, nou kijk, je kan nog steeds doneren voor de mensen die zich nu uh, plotseling geroepen voelen. Yeah. Uh, Hero 555, maar... help Shimui uh, 3. Uh... <laughs> de, de vluchtelingen, ik bedoel uh, Shimui 3. Uh, yeah. 3 uh, nee, kan uh, maar uh, het is... Uh, ja. Hoeveel kost GTA 5? Was dat niet 270 miljoen of zo? Ja, maar daar hebben ze niet over Kickstarter gevraagd. Nee, maar... Dat is als je, eigen je nagaat wat sommige, wat sommige games kosten? Mm -hmm. En uh, de complexiteit van uh, Shenmue 3, dat was eigenlijk ook een, was de eerste echte open world game zoals we die eigenlijk nu kennen. Mm -hmm. um, dat kost gewoon heel veel geld om dat allemaal te realiseren. Ja. De eerste Shenmue 3 kostte meer dan 47 miljoen. En dat was en terug in 1999, dus ja, omgerekend zou dat nu veel meer zijn dan dat. Ja, um, ja het, om het dan wel op een budget te doen van nog geen 10 miljoen... Ja, mm -hmm. dat is toch wel even iets, iets anders. Ja, maar is het dan, dan, denk dan niet ik een bij beetje mezelf, apart uh, als ze eerst een huh? bepaald bedrag vragen, was waar, waar, ja, waar je dan achteraf zegt, ja, het is leuk dat ik het heb, ja. maar eigenlijk kan ik er niks mee. Dus ja, ik wil het is eigenlijk redden. gewoon een uh, hele uh, schop onder de reet van alle mensen die geld hebben gegeven in uh, een goede hoop. Ja, ze denken bij je dank jezelf, oké, okay, je, jouw wordt niet mooi, hoor. Ja, jouw kick zou 2 miljoen dollar nodig. Oké, okay, heeft hij heeft 2 miljoen? Ja. Gaat hij nog eens even dik overeen? 6 miljoen, ruim 6 miljoen was het, geloof ik. Ja. En dan zegt hij, ja, uh, nou, ik, ik hou mijn handje weer open. Want, ja. ja, want uh, als je het mooier wil hebben, moet je nog meer betalen. Ja, dat is een beetje een raar verhaal, dit. Ja, dan denk ik bij mezelf, uh, wat, wat voor een game hadden we dan gekregen als je nog maar net 2 miljoen had gekregen? <laughs> ja. Hadden we dan een plaatjesboek gekregen? Of, uh... Ja. Maar ze beloofden en, toch ook allemaal extra levels, hoe meer er binnengehaald werd? Ja, en natuurlijk. Kijk, hoe meer geld er binnenkwam, hoe, hoe uitgebreider de game kan, natuurlijk kan worden. Maar... Ja, maar hij had ook uh, kunnen zeggen van, er, er komt niks, uh, niks extra's bij, maar het wordt wel fucking mooi. Ja. En op ja, zich, ik vind het. maar Oké, okay, oké, okay, dan heb, heb jij liever dat een spel erg prachtig uitziet, maar dat je bijvoorbeeld één kamer hebt, of heb je liever een game die er niet zo heel mooi uitziet en waarvan je tien kamers hebt? Nee, van mij maakt het echt helemaal niks uit. Ik heb ook helemaal niks met deze game, dus wat maakt mij... het? Nee, nee, ik ben nee, niet deze in het game. Is super lelijk <laughs> maar <laughs> maar ik ga niet Ik game ja. niet. Ik heb nog een NES. <laughs> Maar ik denk als hij die afweging maakt, dan ja. Op ja. zich vind ik dit wel goed hoor. Dat hij zegt: van Nou, dan sort ik me op mijn verhaal. Maar dan moet je niet met je handje open gaan staan: van ik wil nog meer geld. Dat is ja, kijk, gebruik. hij staat niet echt met zijn handje open. Maar uh, hij ja, zegt: Laat doorschemeren ik, van. Ja, je hij zegt in feite: dan, uh, Van ik zou al wat meer geld kunnen ja. gebruiken. Ja. ja o, goed, ik ik vind... vind het op zich ook wel, 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 wel slim dat hij dat zegt. Mm -hmm. Dat hij nou eigenlijk gewoon duidelijk maakt aan iedereen: Jongens, deze game gaat. Dit, dit zal niet de mooiste game aller tijden worden. Ja. Want uh, als je zo meteen uh, over een paar jaar met een trailer komt als over de game... en het ziet er teleurstellend ja, uit qua grafisch... dan zijn heel veel mensen die zich dan bedrogen gaan voelen... van, ja, nee. maar je beloofde dat de game er mooi uitzag. Nou, dan nou kan je zeggen, hé hey, jongens, ik heb van begin af aan gezegd... dat als jullie een supermooie game willen, moeten jullie meer doneren. Ja. En ondertussen is dit ja. wat ik kan maken. Daar kan ik nou vind... niemand hem op... Uh, nee. Op, uh, op aanwijzen. Want heeft ben zelf ook? al een beetje ingedekt. Tim, zullen wij ook gewoon zoiets doen? Na nou, deze podcast is allemaal hartstikke leuk. Maar als je <laughs> wilt dat het echt goed wordt, dan moet je gewoon geld doneren. Kijk, nu is het allemaal uh, farts en giggles. Maar uh, als je echt. Ja, wat, wil... wat gaan we dan aan veranderen? Dan gaan we in plaats van audio... doen we, denk ik, video en dan nodig een paar hoeren uit en wat drugs kopen en dan snijden uh, nou, we <laughs> dat live op. <laughs> dan snijden we dinosaurussen schilfers op. Nee. Nee, maar ja. Nou, laat maar weer zitten. Ik dacht, ik pitch even een leuk ideetje voor een Kickstarter. Maar het wordt alweer meteen. Uh... <laughs> Helpt de GameSense replay daadwerkelijk uh, draagbaar? Uh, ja, te ik maken. moet wel heel eerlijk zeggen. Ik, ik, uh, ik heb wel een beetje moeten huilen. laatst toen ik op Kickstarter zat te kijken. Het is natuurlijk compleet off-top. Maar een van de projecten waarvan ik echt dacht: van, oh ja, dit, dit wil ik zien gebeuren. die gaat het gewoon niet halen, man. Is dat die, uh, die fietsbel? Nee, Wat? een fietsbel. Er was een fietsbel met een app erin, zodat je kon zien waar je fiets was. En dan hoor je hem zo ringen. Ja. Yeah. Maar die haalde het ook niet. Ah, oh, dat is eigenlijk <laughs> best hey, praktisch. Dat, dat is nou yeah. zo, ja. Ja, echt wel. Bronis. Dat ding bij man. mij is altijd echt helemaal meteen naar binnen een dag al naar de tyfus. Als ik hem een keer in de NS fietsenstalling zet. Dus bij deze NS, alsjeblieft, uh, zorg even dat mijn bel een keer heel blijft. <laughs> nee, maar... <laughs> um, wat ik... Nee, Alison Road. Ik weet niet wie van jullie hem heeft gevolgd natuurlijk. Want... Oh. Uh, ja, die, die, die heeft nog maar volgens mij iets van een kleine tien dagen op de teller staan. En hij is nog niet eens op de helft van het kwart miljoen wat ze willen hebben. <laughs> en dus en dat... die maakte zo'n impact toen hij uitkwam. Ja, ik vond hem echt achterlijk goed. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik wil eigenlijk ook nog wel doneren. Maar als ik dan zie dat hij het bijna niet gaat halen, vraag ik mij af wat gebeurt er met mijn geld als je iets haalt? Nou ja, kijk, het, het geld wordt alleen overgemaakt als je het doel haalt. Oké. Okay. Kijk, als je zeg maar geld uh, invult dat je geld wil doneren... Ja. Dan wordt er niks van jouw rekening afgehaald. Pas als het echt, geld is, wordt er als het gehaald, echt gehaald is. Pas als hij echt gehaald heeft, dan pas wordt er geld van jouw rekening afgehaald. Dus tot die tijd ja. is het zeg maar een belofte. Ja, is het een, soort, ja, een pleitje. Ja. Ja, ja, zo ga maar ja, kijk, uh, ja, dat is ik eigenlijk niet Maar kijk, misschien is dat eigenlijk een beetje lullig eraan aan, aan, uh, aan de Kickstarters. Kijk, misschien denken heel veel mensen zoals jij: van ja, ik kan wel geld doneren, maar. Dan halen ze nou, het niet. En als al die mensen ja. zouden doneren, zouden ze misschien makkelijk over dat doel komen. Ja, misschien is een klein beetje de fout van de studio. Die hebben gezegd van we gebruiken niet. Of uh, kijk, we kunnen die game wel maken. Daar zijn we ook gewoon mee bezig. Want ze hebben natuurlijk die demo toen ook gemaakt die er natuurlijk echt waanzinnig uitzag. Uh, alleen die gast die doet het dus gewoon alleen. En hij zegt van ja, ik, ik wil eigenlijk dat Kickstarter geld gaan gebruiken om mensen van uh, vanaf andere studio's, mensen die ervaring hebben met dit genre en met deze stijl, die wil ik eigenlijk uh, gaan aantrekken om deze game samen met mij te gaan maken. En daar hmm, wil ja. ik dat geld van de Kickstarter voor gaan gebruiken. Ja, en dan zijn er misschien ook mensen die zeggen: Nou, weet je wat, uh, dan maak ik het lekker alleen. En dan uh, hou ik mijn centjes eventjes voor mezelf misschien. Want ja. Hij vraagt in, in ponden, dan in Britse ponden, vraagt hij uh, ja, 250.000 pond. Wat, ja, voor, voor het ontwikkelen van een game van, van uh, die kwaliteit zoals ik gezien heb in die demo... Of tenminste, ja, een demo, het was natuurlijk gewoon een videootje. Dan denk ik, van, dan, is, dan is een kwart miljoen nog niet eens zo extreem veel. En, en toch haalt hij het niet. Terwijl dat iedereen riep uh, toen dat tijd met PT, toen hij offline ging. Maar, oh, het is schande. En die game had zoveel goed kunnen worden. En, uh, en nou komt er een game die er wel echt verdraaid veel van weg heeft. En mensen durven er gewoon geen geld in te steken. Dus dan vraag ik me eigenlijk af: wat gebeurt er met die game waardoor mensen dat niet durven te doen? En misschien misschien is hebben wel wat ze jij misschien de demo gespeeld en was hij zo eng dat ze niet meer willen. Nou ja, de demo was niet speelbaar. Hè? Ze hebben in principe alleen eventjes een, een soort van een playthrough laten ja, ja, zien. Ja, dat bedoel ik ook. Maar ja, ik, ik moet zeggen, ik werd er echt helemaal lijp van toen ik het zag. Ik dacht, nou, als dit komt, dan moet ik echt een, een, een achterlijk dikke PC gaan kopen. Ja, en misschien bleek dat hij ook dat de misschien PS4 hebben en mensen het gewoon niet door. door, misschien is dat het. Misschien uh, hebben mensen gewoon niet door dat, ze, dat er die, die Kickstarter is. Dat zou misschien ook nog kunnen. Kijk, ik heb er natuurlijk bovenop gezeten. Omdat ik die game zo interessant vond. Ja, ik was het helemaal vergeten, moet ik eerlijk zeggen. Ja. ja <laughs> misschien is dat het. Misschien, ja, misschien ga ik gewoon eens eventjes bij. Uh, ga ik gewoon een hele grote poster of zo laten drukken van Ellison uh, Road. Back die handel of ik sla je op je back. Maar dat. Uh, nou, dat op je back, met BACK. Ja, dat werkt denk ik ook niet. Maar hoe kan het dat zij dan zo'n mooi spel voor 250.000 kunnen maken terwijl. Nou ja, het is niet dat ze de gamer van gaan maken. Net ze willen dat het personeel voor binnenhalen. Ja, oké. Okay. Het is dus alleen personeelskosten dan. Ja, ja, ze zeggen van ja, er zijn gewoon bepaalde mensen op bij andere studio's die gewoon uh, die, uh, die we kunnen binnenhalen. Maar daar hebben we dat geld voor nodig om ja. die binnen te kunnen halen. En daar hebben we dat voor nodig. Niet voor de ontwikkeling van de game. Want dat kan ik ook alleen, zegt hij. Maar ja. wij wil, ik wil graag die mensen die daar ervaring hebben met, met dat soort games, die wil ik binnenhalen. ...zodat het gewoon wat sneller en wat beter en misschien... ...want ja, het, uh, je, je hebt nou maar een demo gezien... Maar, uh, ...en die natuurlijk echt gepolished is tot en met... ...maar uh, ja, een volledige game moet natuurlijk bugvrij worden gemaakt... ...en om dat alleen te doen of met mensen die weten waar natuurlijk... Uh, ...de bottlenecks zitten in zo'n game... ...ja, dat maakt natuurlijk een heel groot verschil. Ja, maar ik snap wel wat uh, Chris wilde zeggen van... Uh, ...waarom kan iemand een game maken zoals Alice in the Road die er prachtig uitziet... Voor uh, 250.000 euro. Op mm -hmm. dollar. Terwijl de, de heren bij Shenmue 3 uh, al bijna 10 miljoen bij elkaar hebben. Ja. En dat er nog steeds niet geweldiger uitziet. Nou, ja. Ik kan het op zich wel uitleggen. Uh, Shenmue 3 is een iets ingewikkelder en complexere game. Althans denk ik, hoop ik. Uh, dan Alice in Road. In Alice ja. Road is het... Je bent op één locatie, of misschien meerdere locaties. Ja, het is in één doet, huis hè. En je doet eigenlijk niets anders dan alleen in die locatie lopen en af en toe een zaaklaatje of iets dergelijks uh, beïnvloeden. Mm -hmm. ja, Terwijl ja, Shenmue 3 een complete wereld moet zijn waar je overal naar binnen en naar buiten kan met mensen kan praten. Uh, ja, verschillende uh, dingen kan leren. Dat er een, een fight mm -hmm. of een gevechtssysteem moet erin zitten, ja. een RPG systeem. Ja, ja precies. Ja. Daar dus zit veel uh, meer programmeerwerk in inderdaad in, in Shenmue 3. Dat en dat zal ook wel een... een, ja, tenzij, het een tenzij het een paardjesboek wordt, weet je wel. Ja, er zal een ook wel een, een veel groter team achter zitten... als dat het uh, achter een, een Allison Road zou moeten komen te zitten. En die willen ook gewoon geld hebben. Dus ja, wie zegt dat het geld van een Kickstarter van Shamu... alleen maar naar ontwikkeling gaat. Maar misschien gaat het ook wel een deel naar, 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 naar de kosten... die, uh, die zo'n team met zich meebrengt. Ja. Kijk, dat is, zij geven daar niet zoveel transparantie over... wat ze met dat geld willen doen. En Allison Road, uh, dat team, dat, doet dat wel... Dan dus, uh, ja, kosten ze misschien ook de kop ook. Ja, ja dat, uh, dat, we zullen het zien. Over een, uh, over een kleine 12 of 11 dagen dan uh, loopt de Kickstarter af. Dus uh, ja, ik hoop echt dat hij het haalt, want ik wil die game gewoon spelen. Want toen ik zag dat hij ook op de PS4 en op de Xbox One komt bij een bepaald bedrag. Of als ze, de, als ze de een, 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 een bedrag halen. Nou, uh, geef maar hier hoor, die handel. Ik, uh, <laughs> ik wil wel eens een keer een game hebben waarvan ik echt 20 kleuren stront scheid. Maar uh, <laughs> tot nu toe is er die nog niet helaas. Maar ja, ja. We, we, we kunnen van alles willen natuurlijk. Want uh, we, we willen, kijk, daar gaat het om. Wij bij GameSensor, we willen gewoon games spelen, toch? Dat is het. Wij willen echt gewoon gamen. Wij zijn ook nou ja, gewoon kijk, in ja, Kijk, hoe en drugs, drugs op onze podcast is natuurlijk ook wel goed. Maar. Ja, ja, zoiets. En, en er is ook voldoende gegamed de afgelopen week, volgens mij. Door ons alle drie zelfs nog wel. Wat toevallig. Wow. Ja, echt. En Tim, die heeft echt heel de week alleen maar zitten gamen. Die... Die, die, nou, we mogen blij zijn dat hij even tijd heeft voor deze podcast. Dus bij deze, Tim, dank je wel. Dat je even tijd wil maken voor onze lieve luisteraars. Uh, dat is niet waar, maar oké. Okay. Ja, ik, zal, ik, zal <laughs> ik zal even een buiging maken. Oh, ja, zo, alsjeblieft. Dus uh, kijk, Tim, die, die is helemaal los gegaan met verschillende games. Ik heb er maar één gespeeld. Ja, ik ben met de tweede bezig. En, zelfs, en, en Chris heeft ook een, een hele toffe game gespeeld. <laughs> en ja, geen, vertel, uh, Chris, ja, vertel Chris. Chris, jongen, vertel <laughs> eens even. Wat, uh, wat, wat vond jij van de Army Krog? Want die heb jij dus echt helemaal van voor tot achter en van, van binnen tot buiten helemaal kapot gespeeld volgens mij. Nou ja, het is, uh, ik weet niet precies hoeveel tijd ik er aan heb besteed. Maar het is uh, niet meer dan 10 uur volgens mij. Ja, maar uh, Call of Duty ook niet hè. <laughs> nee, dan heb je twee uit. Maar in ja. Call of Duty is dat wel nog uh, één, één ding wat aan elkaar loopt. Of je bent altijd met actie bezig. En dit, okay. met dit spel, dit Army Crock, dan ben je eigenlijk uh, een beetje aan het klikken overal om te ja. kijken of je, of je verder komt. Ja. En dat, uh, okay. dat kan best wel frustrerend zijn. En ik ja. denk dat als je, als je alles weet, dat je die, mm -hmm. dat spel kan je in drie uur uitgespeeld hebben. Okay. Het oh, ja. hmm. Army Krog is eigenlijk gewoon een game. Ja, het is van dezelfde mensen als die achter Earthworm Gym zaten. Ja. Dus ik denk dat dat ook wel de mensen zijn die uh, Army Krog in eerste instantie het interessantste zouden vinden. Want ik heb ze natuurlijk op Gamescom gezien. Heb ik er een klein demootje van gezien waarvan al werd gezegd van ja, luisteren, dit is nog niet representatief, want we zijn er nog niet mee klaar. Want die gast die loopt ergens achter in zijn in, in garagebox loopt hij <laughs> alles uh, te, te claymoddelen. Uh, dus ja, dat vond ik, als heel, uh, vond ik op zich al heel noemenswaardig. Dat die gast gewoon uh, ja, heel de dag, dag in zijn garage zit te kleien. Ja. <laughs> <laughs> ik, ik wist dit. <laughs> de, uh, uh, dit is gewoon even uitlokken, hè, dames en heren. Maar uh, ja, hij viel een beetje tegen, hè? Ja, het is. Uh, nou, ik, ik had eigenlijk. Ik wist niet eens uh, van het bestaan van deze game. af. ik zag toevallig voorbij komen dat we een review-exemplaar hadden binnengekregen. Ja, wij en... dachten wij. Chris hier alsjeblieft, jongen. <laughs> ja, <precies. laughs> iedereen vindt de cut-game-screenmaker. Ja, wij geven er echt. Ja, geen Ja, ik enige weet niet of jullie dat nou eerder inzagen dan ik. Of, of nee, tot, uh, ik had hem hey, eigenlijk hey, heel hey. graag willen spelen. Maar als ik zo jouw review lees, dan denk ik. Misschien ben ik blij dat ik maar daar mijn tijd niet aan gespendeerd heb. Nee, ik ben. Uh... Ik zag dat het een point-and-click-adventure was. Ja. Mm. En, uh, ik ben nog uit de tijd van uh, LucasArts point-and-click-adventures. Uh, Maniac Mansion. Uh, maar ook uh, de uh, King's Quest games. Ja. En toen trok ik eigenlijk al de haren uit mijn hoofd. Omdat dat die... verklaart wat. Ja, inderdaad. <laughs> hè. Nee, okay. uh, Veel gegamed Jay. Het probleem is... De point-and-click-adventures zijn ook een beetje het aard van het beestje. Je moet op alles klikken op elk scherm. En als je iets in je inventory hebt, kun je het nog een keer overnieuw doen. Want misschien is die ene banaan die je in je inventory hebt, wel de sleutel om het openen van die ene put of iets dergelijks. Okay. Dus, het, dus het, jij putten met bananen, dat is knap. Nou, okay. in, die, in die adventure games is het vaak heel uh, zijn de oplossingen vaak heel cryptisch. Hmm. En je hebt een in de lading, hebt een inventory en er zitten een heleboel spulletjes in. Maar je weet niet wat nou eigenlijk voor wat is. Ja, en sommige en dat dingen bij Army zijn heel ook. Ja. ja, en ik denk dat dat hetzelfde is bij Armicoke. Dat het gewoon. Uh, uh, sommige oplossingen voor de puzzels heel bizar zijn. en helemaal niet logisch. Maar ja, dat is dan echt weer iets waar. Uh, mensen die van point-and-click adventures houden. dat is echt wel iets waar ze op kicken. Mm -hmm. Ik bedoel, een van de meest beruchte, alle, beruchte uh, dingen aller tijden in videogames was wel. ...dat in King's Quest 5 of een 4, nou volgens het 5... ...dat je een, uh, een taart moest gooien in het gezicht van een yeti. Um, ja, die taart had je zeg maar echt al drie uur lang in de game. Had je die echt al in je inventory. Uh, je wist niet wat je ermee moest doen. En je wordt op een uh, bepaald moment in de game... Word je bijna verslonden door een yeti. Nou, je hebt een wapen bij. je taart gooien. Ja, en je hebt een wapen bij. Dat haalt niks uit. Oké, okay, je hebt een spreuk. Haalt niks uit. Be beschermende kleding. Haalt niks uit. Oké, okay, okay, ja, wat heb ik nog meer in mijn inventory zitten? Ja, een taart. Gooi nee, denk, denk oh, je die maar. Ja, gooi die maar. Het zal toch niet werken. En dan werkt het. Ja. Maar, maar Army Croak heeft niet eens een inventory, hè? <laughs> <laughs> Serieus? Nee. 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 Het is ja, gewoon random hele... klikken. Ja, ja. kijk, het, uh, toen ik uh, op, uh, de, op de Gamescom uh, die thema heb bijgewoond... toen werd ook inderdaad al aangegeven... Van, ja, uh, het is niet een extreem grote wereld... Uh, maar je komt heel vaak op hetzelfde punt terug. En iedere keer moet je eigenlijk onthouden wat je gezien hebt in een, op een ander stage. En dan moet je dat ja. uh, op dat moment invoeren. En sommige uh, punten kun je ook alleen maar met je, met je, je, je sidekick Beat kun je erbij. En moet je daar weer uh, dingen van onthouden wat die gezien heeft. En, uh, dus ze wouden eigenlijk gewoon een beetje terug naar het moment dat je. Uh, kijk, vroeger toen, toen zaten we nog niet allemaal op voorraad te kijken van hoe los ik dit op. Maar toen moest je gewoon dingen opschrijven die je gezien had. En dat ja. was eigenlijk hetgene waar ze naartoe houden met, uh, met Army Crog. Van ja, je moet gewoon dingen gaan opschrijven. Omdat het randomly generated uh, puzzels zouden moeten zijn. En uh, je moet opschrijven wat je gezien hebt. En dat kun je later dan. Als je verder wil, moet je dat invoeren. En dat kan inderdaad best wel frustrerend zijn. Dat je drie keer door hetzelfde gedeelte van de game heen moet uh, om. Uh, uiteindelijk verder te kunnen. En ja, ik begrijp hem een heel klein beetje uit, uh, uit, uit jouw verhaal, Chris, dat dat het, het grootste irritatiepunt was. Ja, nou ja, het is niet, niet zozeer. Heeft iemand zijn muziek aangezet? Ja, ik hoor uh, ook behoorlijk wat achtergrondgeluid. Maar dat maakt niet uit. Maar... As, to, as to the flavor. Nee, het gaat, die symbolen. Het gaat niet zozeer omdat je dat allemaal moet onthouden of dat je dat op kan schrijven. Maar het is gewoon niet duidelijk wat je moet doen. Ja. En dat is een beetje het probleem. Die, die, die hond kan wel eens een, een, een hendeltje ergens uh, opeten en dan weer uitkotsen. En dan weet je dat je ergens een hendeltje in moet steken. Ja. Maar als je vervolgens niet weet waar dat in moet... of ja. waarom het ergens in moet en wat er dan gebeurt... Ja, je krijgt niet een soort van een clue of zo op een gegeven moment... als je te lang ergens staat van... Uh, hey, uh, nee, er de... is helemaal niks qua hintsysteem. Ja. Ik, ik vond het eigenlijk gewoon... Ik, ik kan hier geen plezier aan beleven maar misschien dat de ja. echte point and click diehard zie je juist uh, ja, helemaal vrolijk ik snap van wat je bedoelt hoor ik heb dat ook wel ik vind op zich net zoals Broken Sword vind ik ook nog wel aardige games alleen ik zit op het moment kijk ik heb gewoon af en toe mijn PlayStation 1 weer aan staan dat dus ik gewoon weer Broken Sword aan het spelen ben ja. maar dan vind ik het wel weer prettig dat ik af en toe eens een keer op een op een voorraad kan kijken van Vrek, hoe hoe kom ik hier ja, verder precies. Ja. En ja, ja, als je dat je moet uh, doen, dan, dan is er al iets fout eigenlijk aan de game. Hè? Als je dat ja. niet uit kan komen en je moet per se je eigen gaan wenden tot, tot walkthroughs. Ja. Ja, ja of uh, de telltale games dat je uh, kan kiezen om hints uh, mm -hmm. te gebruiken. Ja, maar en ja, dan, je, dan krijg, krijg, je krijg je wel een keuze. Zeg maar, uh, je krijgt ze niet door even te spelen en vast te zitten. No. Je kan gewoon naar het menu gaan en om een hint vragen. Ja. En dan kun je drie hints kiezen bij Back to the Future bijvoorbeeld. En... Uh, Eén is wat cryptischer, de twee is wat meer direct. En de derde hint, zeg maar, uh, die je gewoon exact wat je moet doen. Ja. ja, dat is professor Leighton een beetje. Ja. Maar dan krijg je in ieder geval wel die optie ja, om ja, een hint aan te zetten, inderdaad. Ja, als je echt niet meer ja. verder komt, dat je gewoon even een, uh, een, een hint kan vragen. Dat is dan wel prettig, natuurlijk. Ja, maar ja, daar heb je tegenwoordig YouTube voor dan. Ja, ja dat is waar. Of, uh, of andere. Uh, je er zijn dicht websites natuurlijk voor het, waar je hele playthroughs kan vinden. Ja. Maar nou, ik had ja, dat, ja. bij deze game had ik vooral die. Uh, het, is, het moet vooral heel erg lijken op de Neverhood. Nou, heb ik dat zelf nooit gespeeld. En ik, ik mm. heb dat een beetje opgezocht wat dat voor spel was. En op YouTube een beetje gameplay gekeken. En eigenlijk was ik daar meer enthousiast over dan over deze game. Oh. Ja. En dat, dat zegt ook wel wat. Ja. Maar dan moet ik er wel bij zeggen dat dit natuurlijk een Kickstarter is. Dus ja. het is wel gemaakt voor mensen die echt uh, die, die, die dit spel ja, wilden voor, hebben. Nou, voor de fans ervan. Ja. ja, als het aan mij ligt, dan was die game er nooit gekomen. Omdat ik er geen geld gedoneerd had. Ja. Dus misschien ja, doe ik de game een beetje tekort. Maar ik vind hem gewoon echt ja, uit ja. de tijd. Het probleem is als je alleen maar games gaat maken voor de mensen die jouw Kickstarter willen backen. Ja. Dat is, ja, dan, dan is het een beetje jammer van je moeite allemaal. Je wilt toch wel dat die game gewoon uh, interessant genoeg is om uh, aan het publiek te kunnen toonen. Ja, het hele ja. idee, ja. het, het ja. staat zelfs in de naam dat het gekickstart wordt. Dat, je, dat mensen die sowieso interesse hebben. ervoor zorgen dat de game uh, uitkomt. zodat mensen die niet wisten dat ze interesse hadden in die game. mogelijk ja, erachter kunnen komen. Ja. Kijk, ja. Het, het zou heel erg zijn natuurlijk, als iedere ontwikkelaar nu voor het zou zeggen van we gaan iedere game kickstarten. En uh, kijk dan, dan, ja, want zou jij bijvoorbeeld, nou, als Safari Primal, zou jij die nou gaan kickstarten? Nee. Nee. Ja, kijk, precies. En, maar, maar Ubisoft hoopt wel dat, dat wij hem gaan kopen, ook al kickstarten wij hem niet. Ja. Ja, als je dan bij, bij een Kickstarter-project er van uitgaat van, nou, uh, alleen Kickstarter-backers uh, die kopen hem, ja, dan, dan heb je wel een heel kleine doelgroep voor ogen ja, maar en dan, is dan weet ik niet of dat het, moe dat het uh, de moeite waard is om een game te ontwikkelen voor een select gezelschap. Nee, maar point-and-click is al een niche, naar ja, mijn idee. Wat? En dan ga je nog binnen oh, die niche uh, ja. ga je ja. naar een niche van klei-animatie. Maar is het dan eigenlijk niet raar dat er onlangs gewoon weer een, een Broken Sword op de consoles is verschenen? Hij was natuurlijk al even uit Broken Sword 5. Serpent's Curse. Maar hij is nou ook gewoon op de, op de, op de next-gen consoles verschenen. Is dat dan niet een beetje vreemd als ze dan zoiets doen? Nou, ik denk het niet. Ik bedoel, point-and-click-adventure is al een heel oud genre... maar er blijven hmm. gewoon liefhebbers voor. Ja. ja. En ik denk uh, dat <laughs> de, de, de niche voor... Uh, animatie point-and-click adventures die vervolgen zijn van games uit de jaren negentig, <laughs> ja. uh, een beetje erg klein is. Yeah. Maar nou, Ach, hij is ja. een kickstart, hij is als, er. Dus als blij was je nieuw Als je mensen hebt die Iron Bread en zo al kopen, dat, dat, <laughs> uh, dat, 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 dat zal echt ook wel iets voor een point-and-click adventure Of, uh, god, hoe heet die met die octopus ook weer? Ja, Octodad Deadliest Catch. Nee, Octodad toch gewoon? Octodad, ja, ja, ja. Ja, nou, heb je ook weer zoiets, hè? Of een Goat Simulator. Wie wil er nou in vredesnaam een geit zijn? Nou ja, best We veel mensen blijft. Nee, hey, op hè? <laughs> nou, nou, Tim en ik, hè? Witte geit? Ja, witte geit, ja. <laughs> witte geit. Ja. Maar goed, wat heb jij gespeeld, Tim? Waar je graag wat over wil vertellen in, in een reviewvorm. Uh, eens even kijken. Of ik wat? had uh, vorige week had ik al een, um, een uh, review gemaakt voor uh, Mighty Gunvolt. Een uh, ja. kleine... Uh, ja, Mega Man-achtige kloon voor uh, PC, maar ook voor uh, andere platformen. Volgens mij ook voor de Xbox One en de PlayStation 3 en de PlayStation 4 en de Xbox 360. Uh, het is gewoon een leuke Mega Man-kloon. Een uh, paar leveltjes, uh, leuke muziek, uh, leuke vormgeving. Als je er van houdt zou ik zeggen, ga hem kopen. Het is niet al te duur, maar hij is heel erg kort. Uh, de lang verwachte demo van Mighty No. 9 was eindelijk eens uitgekomen. Eindelijk, die ik, uh, zeg. Ja, stel je voor. En uh, ja, hij stelt een klein beetje teleur. Uh, zoals ik eigenlijk al dacht. Jammer joh. Daarom zei ik ook in mijn preview. Nou, ik hoop dat de uiteindelijke versie met alles erop en eraan. Met alle toeters en bellen en alle mogelijkheden. Uh, dat dan uh, ja, aangenaam weet te verrassen. Want ja. nu vond ik het gewoon een, een inferieure versie van uh, Mega Man X. Maar ja. goed, oh, dat was natuurlijk een super game. Dus uh, maar is als dat je niet zo goed dat. Staat... Sorry? Is dit niet zorgwekkend? Die game, of zelfs die demo, is al enkele keren uitgesteld. En dat ze dan toch dit presenteren, waarvan jij dan hè, als, als backer van dit project uh, toch wel hoop had, en dat het dan toch tegenvalt. Nou, het, al die uh, uitstellen. ik zit er eigenlijk aan te denken: uh, heel veel mensen hadden er een ander beeld van. Heel veel mensen kwamen eigenlijk al in opstand toen ze erachter kwamen dat de game en alle uh, character models en dergelijke 3D waren, mm -hmm. want die dachten: oh, het zou 2D worden. Ja. Het is maar eigenlijk maar net wat je, wat, wat je ervan verwacht. En ik verwachtte eigenlijk gewoon een soort Mega Man-clone. Wat het ja. eigenlijk ook in feite is. Ja. Mm -hmm. Maar als ik de game speel... en het is eigenlijk het zaktezelfde als Mega Man X uit 1994... dan denk ik bij mezelf... oké, okay, je hebt nou jouw eigen Mega Man... maar waarom doe je er niet iets nieuws mee? Ik bedoel, ja. het, je hebt nu eigenlijk in feite gewoon dezelfde game gemaakt. Maar goed, ja, daarom zeg ik... ik um, ik, ben, ik vind het niet slecht, ik ben niet uh, ja, echt teleurgesteld, maar het is gewoon niet baanbrekend. Het is gewoon niet super. Mm. En dat had okay. ik eigenlijk al een beetje opgehoopt. Maar goed. En ja. uh. uh, de afgelopen week ben ik bezig geweest met, met uh, Transformers Devastation. Devastation. Ik dacht bij mezelf: Wauw, oké, okay, de originele G1 Transformers uit de jaren 80. Ja, man. Gemaakt door oh. Platinum Games. Dude, ik moet die game hebben. En hij was maar 40 euro ook... ...en dat had eigenlijk mijn eerste waarschuwing moeten zijn... ...dat hij niet voor uh, full price in de winkel <laughs> kwam. Um, yeah. Je start de game... ...en het is eigenlijk gewoon een gigantische liefdesbrief... ...voor die oude... Uh, <laughs> ...transformers. Die, weet je, al yeah. oude, die transformers zien uit ...zoals ze in de jaren 80 eruit zagen. Yeah. Dezelfde stemmen zijn allemaal terug. Het yeah. uh, verhaal slaat helemaal nergens op... ...net als die oude tekenclips. <laughs> het is, nee, het is echt gewoon exact hetzelfde. Want als ja. je fan van was van die tekenfilmserie, van het Dan speelgoed van spelen. toen, vind je dit helemaal geweldig. Okay. Ja. Alleen, speel je de game en aan een tijdje kom je gewoon achter een paar dingen achter. Okay. Eén, de game is veel te moeilijk. Okay. En twee, dit game, ja, je hebt eigenlijk maar twee locaties. Je zit of in de stad of in een ruimteschip. En het wordt gewoon heel snel saai. Het is niet dat uh, ja, je een uitgebreide move-list hebt. Uh, vaak heb je boss-fights die ik heb gewonnen met muzzle. Uh, niet zozeer omdat ik uh, het goed aanpakte. En de allergoedste crime is waarschijnlijk ook nog dat uh, de game gebruik maakt van een RPG-systeem. Okay. Dus je, terwijl je de game speelt, word je sterker. Maar jouw tegenstanders worden zeg maar sneller sterker dan jijzelf. Dus je wordt eigenlijk uh, doelbewust. Uh, ja. Uh, zwak gehouden. Net als in de ja. sportschool. Ja, precies. <laughs> iedereen wordt sterker behalve jij. Jij staat nog steeds met 5 kilo dumbbells te werken, terwijl wow. iedereen al 100 kilo staat te bang. Te <laughs> ja, maar in dit soort games is het natuurlijk normaal. Je, je begint de game en dan ben je best wel zwak. Mm -hmm. En naarmate je game speelt, uh, krijg je meer moves en word je sterker, ...en krijg je meer health en dat soort dingen. Yeah. En tegelijkertijd, als je dat doet, uh, krijg je bij elke vechtpartij meer vijanden. En die vijanden die een andere een strategie, uh, een andere strategie verslagen moeten worden, maar hier is er zo van: oké, okay, binnen letterlijk binnen een kwartier spelen krijg je al een gigantische boss en je bent helemaal niet sterk genoeg om hem eigenlijk te verslaan. Dus ik heb letterlijk 10 minuten tegen een scheenbeen van Devastator aan moeten slaan om hem te verslaan. <laughs> oké, <Okay. laughs> en ja. ik heb gewoon op tijd gewoon moeten duiken voor zijn aanvallen. Ja, en dat het is... was gewoon zo eentonig dat ja. ik dan mezelf dacht: Oh, wat ben ik aan begonnen? Ja, klinkt als Ajax tegen PSV dan. <laughs> <laughs> Sorry, jammer toch. Maar, ja, nee, eh. maar ja. Nee, kijk, de game is hartstikke leuk op zich. Uh, ik heb er geen moeite mee. Het is geen topper in het genre. Uh, maar ja, je, als je ervan houdt, dan zou, dan zou ik zeggen, nou, bereid je maar voor op een hele bittere pil. Of op een hele, ja, op een hele grote pil, want... De, zeg maar, de curve die je moet leren om de game echt goed te spelen ja. en om je personage eindelijk een beetje uh, uh, weerbaar te maken tegenover de uitdagingen die, je klaast, die je op je staan te wachten, moet je best veel spelen. Okay. Uh, toen ik de game uit had gespeeld, toen was, ik, toen was, mijn, uh, toen was Bumblebee, het personage waarmee ik me speelde, uh, eigenlijk op het level waar hij hoorde te zijn. En dan zeg maar twee levels geleden, niet... Ja. Uh, nou, wel leuk dat je met Bumblebee speelt. Dat vind ik dan wel weer tof. Ja, waarom niet? Ja, Bumblebee is gewoon awesome, jongen. Hij was gewoon altijd mijn favoriet in uh, ja, echt ja, kan mij die Optimus Prime wat verrekken, man. Ik wil gewoon Bumblebee. Ja, het is Bumblebee of, uh, of uh, Grimlock. Dus, ja, uh, kijk, ja. Uh, Optimus Prime is gewoon echt overrated. Dat is gewoon een, een vrachtwagen die echt veel te lang zware check heeft gerookt. <laughs> Dus nee, dat is hartstikke leuk, want het, het, het gevoel voor detail komt ook daarin terug. Okay. Als, uh, als hij transformeert, mm -hmm. krijgt hij zeg maar, die aanhanger achter zich. Oh, mooi. Die uit het niets verschijnt en weer verdwijnt. Ja, dat, is, dat is wel knap, ja. En uh, als hij praat, uh, hij, Optimus de mens heeft hij zeg maar geen mond. Hij heeft zeg maar zo'n uh, klepje voor zijn mond, wat zeg maar op en neer gaat. Mm -hmm. En ook dat zie je gewoon weer terug in de game. Oké. Okay. Echt, als, als overal aan gedacht dat is wel wel nee, leuk. Inderdaad, uh, zeg maar, als ze transformeren maken ze zeg maar die oude geluidjes, oh, ja, uh, leuk. de wapens maken zeg maar die oude geluiden. Ja, Doom eens na. Ja, hoorde je het? Dat was hem. Oh, was dit dat? That? Oh, dat is voor de Silent Transform. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Ik ben nu een uh, een cassettedek geworden. Oké, okay, nou, hartstikke ja. nice. Dan ga ik voor het verder praten met Chris, want die is nog geen cassettedek. <laughs> nee, gelukkig <laughs> niet. Nee. Uh, heb jij wel eens een NBA game gespeeld? Nee, maar ik heb ook echt helemaal niks met uh, basketbal, dus... Uh, helemaal niks? Nee, de enige ja. qua sport wat ik nog op een, uh, achter een scherm doe, is misschien wel voetbal. Ja? Dus jij bent een FIFA-mens, of zo? Of een, of een, een pers? Nou ja, een meer een niet-sportmens. <laughs> Oké. Okay. Ja, jij, houdt, uh, jij, jij wordt al moe van kijken naar voetbal. <laughs> ja, precies. <laughs> ja, precies. Ik heb dat ook altijd. Ik, ben, ik moet met de rust altijd meer meedoen met die mensen als tijdens het voetballen zelf. Maar, maar als jij als bent een, een NBA-fan? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, een, een fan is een heel groot woord. Maar ik hou wel van het sfeertje wat in uh, basketbal zit. En uh, daarom, hè, toen de NBA uitkwam, ik zeg tegen k van: het, Doe eens leuk. Geef mij die games even joh. Laat mij die even spelen. En uh, ik ben echt. Nou, hè, luisteraars, sorry dat ik dit moet toegeven. Ik ben echt rete slecht in dit soort spellen. <laughs> Want uh, de, de kans dat ik in die hoop op beland in plaats van de bal is groter. Maar uh, ja, NBA doet op zich heel veel dingen goed. Nou, hè, sorry weer voor dit bruggetje, Tim. Hè? Want ik kap je nou wel natuurlijk al weer keihard af. Maar uh, ja, mensen die beginnen zich af te vragen van hoe lang gaat dit gezeven nog duren. <laughs> maar uh, ja, NBA het, het deed alle dingen die hij vroeger deed, doet hij goed, behalve hetgene waar, uh, waar ze eigenlijk de nadruk op willen leggen dit jaar. En dat was de My Career modus die echt echt kan nog wel raakte. Want uh, de, de, de beste man Spike Lee, die zat achter het verhaal. Nou, moet je zeggen... Uh, NBA meets Malcolm X. Um, <laughs> lekker politiek verhaaltje gaat NBA het NBA-X. Ja, precies, ja. Dus Obama uh, die uh, stoppen met uh, president zijn... om een uh, basketbalcarrière ja, te volgen. Om, uh, om, uh, om uh, inderdaad gewoon de courts onveilig te maken... in plaats van uh, de, 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 de Supreme Court... gaat hij dan maar lekker naar de Hardwood Court. <laughs> maar... Uh, ja, Het probleem was al een klein beetje bij het verhaal. Het verhaal is echt gebaseerd op een negerruide jongen. En uh, ik, uh, ik, ik, ik denk van, nou weet je wat, ik ga lekker gewoon mijn eigen karakter creëren. En uh, ik maak hem lekker blank en met, uh, met stijl haar. En weet ik het wat, ik maak hem klein, want ik ben zelf ook niet zo heel uh, extreem groot. <laughs> en dan, tot, dan word je daar in het verhaal gedropt en dan, uh, dan blijkt je gewoon een, een tweelingbroer te zijn van uh, echt een, een, een zwarter dan zwarte jonge dame. Met twee, met twee zwarte <laughs> ouders... en die lopen ze te verkondigen... dat je al ruzie liet te maken met je tweelingzus... in de baarmoeder, dat ik denk van... nou, ik weet niet, dan moet je je eigenlijk echt is is gaan ja, volgens mij is er eentje vreemd gegaan dan, oh, dacht ik. Dus ik had dus dan verwacht dat er ook ergens... een of andere uh, uh, gast... dat het een Jerry Springer-avontuur ging worden... met een vreemdganger. Maar nee hoor, je, je bleef gewoon echt sterk in je rol... dat je gewoon een zwarte jonge man was... van drie uh, meter tachtig of zo... Maar uh, nee, het was echt een blanke jongen van 1,80 meter. Uh, 80. Dat scheelde wel even een paar voeten. Maar wat ja, is het verhaal dan? Ja, dat je gewoon echt een of andere jongen uit de, uit de ghetto bent... Ja. die samen met zijn beste maatje altijd uh, ergens daar op zo'n straat... Uh, uh, voetbal uh, of voetbal, uh, voetbal, op zo'n straatbasketbalveldje een beetje uh, hoops aan schieten was. Ja, en dat je door college heen gaat met college team, en dat je wordt gedraft voor de NBA omdat je zo'n ah, okay. talent bent... En dat je in één keer uh, voor, voor, voor keuzes komt te staan. En de, het kwam gewoon niet over, omdat ik gewoon een blanke jongen was. <laughs> <in die game. laughs> dus ik denk, ja, sorry, maar had dan echt een ander soort verhaal gekozen. Als je dan toch een karakter een kan creëren hou er rekening mee... dat het niet alleen zwarte mensen zijn die deze game spelen... maar dat er ook misschien oh, wel blanke ja. jongens tussen zitten... die deze game spelen ja, en zichzelf. Ja, dat is racistisch vanuit Spike Lee, hè? Spike ja. heeft carrière gemaakt door uh, films te maken over de zwarte gemeenschap en blanke ja. racisten. En nu is hij gewoon zelf racistisch. Ja, dus uh, eigenlijk gewoon Spike niet in dit geval. Want uh, nee, het, ik, ik, zeg al, ik, ik snap het verhaal wat hij probeert te brengen. En als je je eigen even voorstelt dat je toch een, een zwarte jonge man bent. dan maakt het verhaal ook echt wel uh, enige sens. Maar ja. Uh, het feit dat er daar gewoon echt een blanke jonge man tussen een hele groep uh, zwarte mensen in zit en ze de familie en zo allemaal, nee dat werkt niet. Maar voor de rest doet die game het hartstikke goed, want hij ziet er echt hartstikke mooi weer uit. Het geluid is echt op en top geregeld. Ik maakte me nog een beetje druk om het feit dat er alleen maar hip-hop artiesten in de soundtrack uh, verwerkt zouden zitten, want er zijn drie hip-hop DJs aangesproken om de soundtrack te verzorgen, maar er zit zelfs nog gewoon punkrock in van de Ramones. Dus ja, dan denk ik bij mijn eigen, nou dat, dat doe je dan wel weer lekker. En uh, de, het, het online gedeelte werkt voor eens uh, is een keertje prima. Dus ja, die game biedt nu inderdaad gewoon een beetje de, uh, hetgene waarvoor dat die ook gemaakt is, gewoon online en offline. Uh, lekker potjes basketbal spelen tegen je maten of tegen AI die op zich ook lekker hun best doen. Alleen ja, die, die story mode die had er net zo goed gewoon, uh, gewoon uit kunnen slopen, want ja, die heeft echt geen ene moerzin. Ja. En uh, ja, uh, als, je, als je gewoon uh, normaal je, je, uh, je offline uh, potjes speelt of online potjes, dan heb je gewoon uh, mensen die in, op het moment in de NBA zitten, die heb je ter beschikking en die hebben ook al skills. Dus uh, je hoeft niet bang te zijn dat je je lee mist, ook al sta je recht onder dat netje. En uh, dat had je in die, in die story mode wel, want uh, die gast, die, uh, die uh, volgens mij, zelfs ik ben er beter, volgens mij, uh, op een basketbalveld. En uh, uh, ik weet niet eens in welke hoek dat ik moet gooien, man. Uh, ik dacht altijd dat het een soort van honkbal was, dus ik vond het ook al vreemd dat er nooit iemand met een knuppel langs het veld stond. Maar uh, nee. Die, die, uh, die, die story mode, nee sorry, dat uh, niet meer doen uh, 2K. Ja, mensen uh, met knuppers stonden toch wel in de ghetto, toch? Uh, ja, ja <laughs> <laughs> meestal na de rand als ze zagen dat met je gewonnen had, als sloegen gezien <laughs> ja. even in een buitje. Uh, dat is prima. Maar voor, ik zeg al voor de rest, de game is hartstikke goed. Hij heeft voor mij ook een mooie 8,5 gekregen. Maar dat had meer kunnen zijn als ze gewoon die story mode niet alles verpest had voor mij. Maar uh, heeft die, die NBA 2K, is daar nou een echte concurrent voor ook? Uh, ja, je hebt van EA heb je ook een, uh, een NBA-game. Die, die hebben ook licenties. Alleen, uh, ik moet uh, wel heel eerlijk zeggen. dat uh, En uh, daar heb je een klein beetje misschien het probleem met EA al. En ik hoop niet dat ze luisteren, want dan denk ik dat vanavond mijn huis weer in brand staat. Maar, uh, yeah. ja, het, EA heeft een beetje het gevoel van: oh ja, wij zijn EA. En wij, wij fixen dit al eventjes. En dat zagen we natuurlijk onlangs ook al wel in de review van, van Pro Evolution Soccer. En van, uh, van FIFA. Met FIFA is dat ook een beetje het geval van, oh ja, wij fixen dit wel. En uh, FIFA is de best en uh, wij hoeven niet zoveel te doen. Terwijl dat Pro Evo, die, die begint ook voor het een beetje mee te kijken. Ze maar, hey, sorry jongens, maar uh, wij, uh, wij weten ook wat we doen. Hè. En uh, pas maar op, want we halen jullie een keihard in. Mits dat Konami dit door blijft zetten. Nou, op zich en is het wel een leuk verhaal. Want uh, FIFA heeft eigenlijk altijd aan de top gestaan. Uh, tot een jaar of wat zal het zijn, uh, tien, acht geleden. Mm -hmm. Toen uh, liet FIFA heel veel steken vallen en toen was Poor Evolution steeds beter aan het worden. Ja. En nu is het zeg maar weer de andere kant op gegaan en nu gaat het weer een beetje weer de andere kant. Op. Ja. Ja, en dat in principe de 2K, die doet dat idem Dito, die, die, die heeft gewoon gezien van ja, uh, luister, uh, is leuk, uh, basketbalgame en wij gaan daar gewoon een hele hoge lat in leggen. En uh, ik moet zeggen, ik heb wel meer sports. Uh, ze gaan de hoepel heel hoog leggen. Ja, die, ja, die gaan inderdaad de hoepel heel hoog leggen. Ja. Maar. Uh, ja, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, uh, als je nou bij heel veel retailers gaat vragen van welke van de twee moet ik kopen, dan zeggen ze bijna allemaal, koop die van 2K maar, want uh, die, uh, die is gewoon beter. En ik heb nog nooit een ea basketball game gespeeld, maar die 2K-game die, die brengt al echt de sfeer van een basketball, uh, game over. Of van een basketbal event gewoon. Het, uh, je, als je daar, als je die game aan het spelen bent en je hebt een mooie Home Cinema set, misschien met 5.1 sound om je heen. Dan heb je echt het gevoel dat je daar in dat stadion bent. Ja. En um, ja, dat wil je hebben natuurlijk. Kijk, als je al een, een uitstekende game hebt neergezet een paar jaar geleden. Ja, en je hebt zoiets van, ik kan qua uh, grafisch niet zo heel veel meer verbeteren. Op uh, wat, wat, uh, wat, wat motion capturing na. En misschien dat, dat de transpiratie in één keer heel erg op begint te vallen. Bij, bij een hele hoop van die basketballers. Wat moet ik dan? Ja, zorg dat je die lijn voortzet. En, en, en 2K doet dat prima. Die, die zet echt gewoon een game neer die geloofwaardig overkomt. Uh, op de story mode na dan. En ik, ik, ik zou alleen zeggen van, uh, tegen 2K: van, blijf dit gewoon doen zo. En, Misschien uh, uh, komt er uh, ooit nog wel eens een keer een, 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 een engine uit waarvan ze uh, kunnen zeggen van nou, dit pers nog meer uit die Next Gen consoles. Uh, nou, ik, ik zie het ze heel graag doen, want ze zijn echt heel, uh, ze zijn perfect bezig. Dus ja, uh, wat dat betreft, uh, een, een dikke hand naar veren in de reet van, uh, van 2K En uh, ja, lekker doorgaan, zou ik zo zeggen. Ik ben benieuwd wat ze in ieder geval met WWE gaan doen. Want ja, dat is een game waar ik alleen maar heel hard om kan lachen altijd. Maar uh, ja, die, uh, die komt er ook uh, misschien nog wel een keertje aan, ik durf het niet te zeggen. En uh, ja, ik weet niet, uh, hebben jullie nog games waarvan jullie zeggen van... ...oh ja, die ga ik echt zo hard checken de aankomende tijd? Nou Chris, zeg het maar. Ja, oh, wat ga jij nog spelen ja? Wat ga jij, wat, echt zo'n game waar je zegt van... ...oh mijn god, dan ga ik echt mijn spaarcentjes uh, uit mijn, mijn spaarpad uh, spa rammelen. Nou, er is niks waarvan ik zeg, oh mijn god... Nee, Maar ik ben wel van plan om die nieuwe Tomb Raider te spelen. Ja. En de nieuwe Hitman, maar dat duurt dus nog wel even. Ja, Hitman duurt nog even, maar Tomb Raider, ja. Want dat zijn wel twee dingen waar ik wel uh, heel veel zin in. in ja. ja. Wat vond jij overigens van dat nieuws dat ze zeggen van... Ja, er komt een season pass aan. Is dat niet een beetje overbodig nieuws? Nee, maar het was meer dat er multiplayer content bij zat. En dat was dan een nieuw dingetje. Dat mensen van, oh, er zit iets van multiplayer in. En dat zijn waarschijnlijk mm -hmm. gewoon leaderboards. Ja. Maar dan, dan houden ja. de mensen de hoop dat er iets van multiplayer levels en dat soort dingen in zitten. Ja. Maar ik, ja, ik, ja ik, dat er een Season Pass zou komen, dat is natuurlijk wel logisch. Oh, ja. multiplayer zou wel echt awesome zijn. Ik vind één Lara Croft vind ik al leuk. Nou, laat staan er 12 ja. over mijn beeldscherm lopen. Mijn god zeg. Ben ik even blij dat ik een 50 in scherm voor mijn neus heb dan? Zeg jongen jongen. Net omdat ze echt in mijn huiskamer zitten. Alhoewel ze zijn allemaal wel gewapend Dus dat is een beetje gevaarlijk. <laughs> <laughs> maar goed, uh, Tim heb jij nog games waar je zegt van oh ja, die, die gaan echt zo hard bij mij op mijn pc'tje te rijden straks ja, buiten het uh, de liggende. Mm. dat is een goede vraag uh, ja, tja, ik heb uh, begin volgend jaar heb ik natuurlijk Street Fighter 5 en uh, Mighty No. 9 op de op de planning staan mm. maar voor de rest ja, ik heb niet echt uh, een game maar. waar ik nou zoveel uit ga kijken ik bedoel, iedereen zit natuurlijk de watertanden voorwege Halo of uh, Call hmm. of Duty. Call of Duty komt ook pas volgende maand. Ja, dat is ook binnenkort? Ja, net als je wil, inderdaad. Ja, ik vind altijd dat mijn salaris komt ook volgende maand. Maar ja, dat duurt ook nog echt acht ja, ja, ja Dat is relatief, dus, uh, ja. ja. Ik hou altijd een klein stukje maand over aan het eind van mijn salaris. Maar ja maar voor de rest niks, nee, dat je zegt van... Uh, oh mijn god, uh, dat uh, ga ik helemaal op loesoe. <laughs> nee, dus. Dat is volgens mij niet echt iets... Uh, Oké, okay. dan ben ik weer de enige. Ja, wat heb jij weer in waslijst? Nou ja, uh, Assassin's Creed moet natuurlijk. Gui. Ja, dankjewel. <laughs> kan jij weten, hè. Nee, maar... Uh, ja, Assassin's Creed. Ik, ik ben benieuwd of dat ze de, de, de snafu die ze met uh, Unity hebben gemaakt... of dat ze die kunnen re rechttrekken. Kijk, de demo's die ik heb gespeeld... die, die gaven mij wel weer een beetje hoop. Dus ik ben benieuwd wat ze ermee gaan doen. Uh, uh, ik moet zeggen, Guitar Hero, daar ben ik eigenlijk ook best wel benieuwd naar. Hoe dat die zich staande gaat houden op de, op de consoles. Uh, van wat ik ervan gespeeld heb op de, op de Gamescom, uh, denk ik dat ik weer uh, heel wat te leren heb. Want ik, uh, ik, ik kan echt voor geen ene poot gitaar spelen, laat staan virtueel. Uh, ik, ben, ik was al altijd heel erg goed in dat uh, karakteristieke kapot slaan na een optreden. Maar ja, dat gaat me gewoon echt achterlijk veel controles kosten. En uh, ja, voor de rest. Uh, dat, ik, ik ben nou ook met een game bezig die ik uh, opgestuurd heb gekregen van een, uh, een, een Haagse indie. Nou ja, je zou bijna zeggen: zijn er die ook al? Ja, die zijn er zeker. Um, toch? Ja, hey, rustig. Ja. Inderdaad, nee, een, een Haagse uh, ontwikkelaar die uh, Paladin Studios. Ik weet niet of jullie er ooit al, hebben. Jullie was van gehoord? Paladin? Nee. Uh, welke games hebben zij gemaakt? Nou ja, ik, ik heb er tot nu toe één van. En dat is een uberschattige een, een Wii U game. En uh, dat is uh, Momonga Pinball Adventures. Hè? Google het even. En het is een, een beetje een, een, een kruising tussen een, een platformachtig iets uh, of een adventure game en, en een flipperspelletje. Nou ja, het is uh, hartstikke leuk. Het kost maar 7 euro. En. Uh, het is me goed ook, want hij is niet zo heel erg lang. Maar uh, <laughs> het, uh, het, het is wel uh, Ja, het is cuteness all over natuurlijk. Je, okay. je, ja, je, je krijgt echt gewoon zin om naar buiten te lopen en eekhoorntjes te gaan zoeken om mee te flipperen. Maar ja, volgens mij krijg je dan weer Pieta op je nek. Maar uh, ja, <laughs> dat ja, ben Ik denk ook. dat ik het bij uh, Hello Kitty online adventures houd. Ja, oh ja, Kitty is ook wel leuk, ja. Zeker wel. All man, online nog wel. What the fuck is dat een MMO? Ja. <laughs> ja, een ik maak het hopen wel. wel. <laughs> ik, ik, wat voor armor kun je daarvoor vinden? Ja. Krijg je ook legendary weaponry? Jullie kijken zo. nooit South Park, neem ik aan? Nee. Wat? It does a bear shit in the woods, jongen. <laughs> wat is dat nou weer voor een vraag? Ja, dan had je toch geweten dat het een referentie was... naar die World of Warcraft aflevering? Ja, maar die is ook gewoon epic. Maar goed, ik, ik, ik vind het altijd leuk als jij dingen uitlegt. Snap je? Nee, ja. Uh, volgens nee, mij niet echt. Tim. <laughs> Tim, Chris, ik, ik denk dat we weer dat niveau aan het raken zijn waarbij we moeten stappen. <laughs> dan zou ik zeggen, rond het maar af. Ja, zullen we het gewoon. Uh, nou, dankjewel. Uh, lieve luisteraars, voor degenen die nog uh, brave af zijn om te, nog steeds te luisteren. Uh, wij danken u voor uh, uw eeuwige trouw en steun. En uh, ja, volgende week uh, zitten we weer gewoon hier lekker uh, met een podcast. En dan zit Kevin er ook weer bij. you <laughs>